kreeg een berichtje binnen. En toen dacht ik, ja, ik moet er... Oh, ik zie er ook echt niet uit. Ik moet er gewoon echt even wat over kwijt. Want ik krijg dus nu gewoon letterlijk berichtjes van mijn beste vriendinnen tot mijn nagelstylisten met de vraag hoe het met mij gaat. Omdat ze online hebben gezien dat ik een burn-out heb. Of ik weet niet eens wat er allemaal is gezegd. Maar toen kreeg ik echt even een besefmomentje van hoe makkelijk het eigenlijk is om iets te geloven wat online staat. En dat doe ik zelf ook. Begrijp me niet verkeerd. Maar ik had dus een Instagram story gepost waarin ik zei dat ik gewoon merkte aan mijn lichaam dat ik gewoon echt even een dagje rust moest. Vooral van de sportschool. Maar dat ik gewoon heel erg snel geneigd ben om alsnog te gaan. Niks te maken met in het algemeen hoe ik me voel. Maar gewoon even die dag had ik dat. En ik dacht ik deel het. Want ik krijg altijd de vraag van je gaat altijd. En hoe doe je dat? Dus ik dacht ik deel ook gewoon een keer als ik niet ga. En als ik dus ook gewoon denk van ja ik kan gewoon echt even niet meer. En dat het ook belangrijk is om rust te nemen. Nou dat werd door sommigen helemaal verkeerd opgevangen. Maar ik was eigenlijk van de hard gewerkt comments af. En we kunnen een taart kopen. Ze zijn weer terug. Doordat ik dat filmpje had opgenomen. Dus ik denk echt dat ik mijn graf inga met de quote hard gewerkt. Want ik kom er gewoon niet vanaf. Echt gewoon mensen om me heen nu zeggen van oh, gaat het wel goed met je? Ik wilde toch even checken. Of over mijn relatie die uit zou zijn. Echt. Ik sta er weer van te kijken. Ik dacht laat ik dit keer mijn relatie gewoon een beetje privé houden. Want ik merk dat dat openbare liefdesleven toch niet helemaal wat voor mij is. Maar dat, ja. Dus hier even een update vanuit mij. Naar alle vrienden, familie. I'm all good. Actually living my best life. En I know, je kan mij ook alles wijsmaken met één post.